Nou, bij voorkeur wel op Hart voor Paarden mensen. Dat is iets wat je ook wil zien. Ja, dat is wel fijn. Goed zo. Nou, dan mogen we... Ja. Komt u maar. Het is zaterdag. En we zijn vandaag bij de Go Social Party. En we staan hier achter de schermen. Maar toch niet zo achter de schermen, want we kunnen wel van alles zien daar. Ja. En iedereen kan ons hier zien. Maar daar is achter de schermen. In de buurt. Dus het is nu bijna 9:30. We hebben zo meteen 10:00 de opening. En dan gaan we rondjes lopen. Ja. Hallo, mogen wij een fan? Lastig? Kom maar hier. Oh my god! Oh. Dan moet je natuurlijk wel zo blij zijn, hè? Blij zijn, kinderen. Ja, precies. Ik ben wel enthousiast om te zijn. Ja, maar wij zijn nog super enthousiast. Ja. En op de foto. Dit is een kans, jongen. Ja. Helemaal goed. Dan gaan we nog op de foto. Ja. Staat die aan? Daar staat aan. Goed zo, hè, mannen? Stop, stop. Goed zo. Hoe heet hij? Of zij? Hij. Dit is Smaragd. Smaragd. Ja. Vandaar ook die hele mooie glitters. Hele mooie glitters, ja. Vind je het leuk, Tess? Ja, zin in? Het is wel een beetje... Nou, spring er maar op dan. Ik kom er niet echt op. Nee, met je tassie gaat dat sowieso niet lukken natuurlijk, hè? Ruus? Hallo, maar eens rustig naar paard. Beloon maar eens op je schouder. Dat is voor jou mijn eerste ervaring. Hebben we dit niet van tevoren geoefend? Dus ik vind het heel leuk. Thank you.
wedstrijd in Nederland. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Ja, ik denk dat jullie bekend gaan worden aan het Nederlandse kampioenschap en het Europese kampioenschap van Goedemiddag. En we hebben ook jullie daar ook in gevonden. Dus dat vind ik wel heel spannend. Dus we komen ook zeker drie keer terug met die video's komen van diensten. En die mogen jullie natuurlijk allemaal gaan bekijken dan. Want we horen natuurlijk dat het nieuws is. Zondag en ik heb vandaag wedstrijd. Zie je ook aan mijn knot en aan Bella's knotjes. Jawel. Moet ik het doen of lukt het wel? Het wel. Mooie knotjes trouwens. Zeg je? Ik heb er wel één opnieuw gedaan, want die was eruit gevloekt, maar wel goed gedaan. Nou, Christine is aan het schrijven vandaag. Tess gaat lezen. Ja, Tess helemaal niet. Kim gaat lezen. En Kim gaat aan de andere kant staan vanwege het zonnetje. Vanwege het zonnetje. Ze is even snel de bak overgestoken. Nou, de papa is er ook. We hebben een prachtig geslepen bak vandaag. De eerste proef ging best goed, alleen de tweede proef wou ze niet meer naar me luisteren, dus dat vond ik niet zo fijn. Waardoor ze de teugels uit mijn hand trok, in galop ging als ik dat niet wou en het ging gewoon nog onder. Maar de eerste proef ben ik best tevreden over. Nou, ik ga nog even een klein beetje uitstappen met het lekkere zonnetje. Het is wel een beetje warm, ik ga hem even uitkleden. Lekker zonder zadel. Nou, hobbelen maar. Hobbel. Oké. Nou, degene voor mij is er niet, dus ik mag op mijn eigen tijd starten. Ik ga nu de ring in. Dus je gaat niet op je eigen tijd starten? Nee, ik ga niet op mijn eigen tijd starten. Als je zo houdt, komt goed.
zit nu op Henja. En ik heb nog, even kijken, 20 minuten voordat ik dringen moet. Dus ik ga zo even lekker rustig aan losrijden. Niet al te veel doen, want dan wordt ze moe. En dat willen we niet, want dan lopen ze de proef niet meer. Ja, misschien haal ik wel mijn laatste twee wispeentjes voor het set. Misschien ook niet. Misschien wel. Maar er zit wel knotten in. Die ziet er wel half net uitgescheurd, maar ik heb gewoon een lelijke, ik heb gewoon een lelijke plukjes eraf geknipt. Dat was mijn jasje aan, ja. Nou, dat was het. Kampioen. Je kan het, hè, ja. Ja, je kan het. Oké, jongens, ik heb net iets heel treurigs meegemaakt. We zijn aan het barbecuen. Ik ging Alice even uitlaten. Toen was er een moordenaar. Dit is de moordenaar. De bierdrinker, de papa. Nee, Alice. Maar iemand anders hoorde ook bij het complot. Nee, dat lieve heersbeestje, dat ging bijna. Sst. We hebben nog niks gehoord over een lieve heersbeestje. Deze man, die gooide een lieve heersbeestje op de grond. En deze gevaarlijke hond, die heeft het lieve heersbeestje opgegeten. Jongens, wreek allemaal voor het lieve heersbeestje. Hij was heel lief. Hij ontdekte graag. Hij heeft nog een maand gezeten. En hij is nu naar Sterren toe. Sterren, zorg goed voor hem. Nou, ik ga vandaag zo'n zaal rijden. Maar niet zomaar. Ik ga zo'n zaal springen. Ik denk dat het begin met de balkjes draven. Want ik vind het echt nog wel heel erg spannend. Dus ja... De microfoon, maar die kan net zo goed hier, dan zie je hem niet. Bij de livestream van Fenna en bij de boer hebben ze hem ook al gezien. Ja, dat is wel. Nou, oké, succes. Oh, Bel heeft vandaag. Een permanentje. Ben je mooi, Bel? Met je permanentje? Ja, oké. Okay. Nou, succes. Het is een nieuwe vorm van bakjes draven, jongens. Netjes over de sprongjes heen gegaan. Ze dus heeft wel een paar keer geweigerd omdat ik er niet genoeg controle gaf. Tess is een workshop aan het doen. Iets met touwhalsters, halstertouwen, teugels, knopen. Nou ja, dat. Ik ga lekker rijden, want ik ben niet heel erg fan van het meehelpen bij zulke dingen. Andere dingen vind ik wel heel leuk. Bingo, dat soort dingen. Maar wat ik jullie wilde laten zien is, kijk dan. Mooi. Dat is lavendel. Ik wist niet eens dat dat zo kon groeien. Dat wil ik ook in mijn tuin. Dus ik hou ervan. Maar we gaan lekker rijden. Zo'n paard. Nog meer lavendel daar. O ja. Ik ruik niet naar lavendel. Het ziet er wel lavendelig uit. Kom maar. Voort, voort. We gaan vandaag nog niet oefenen op Bianca. Jumpy. Ik heb het nieuwe hoofdstel van Montar. Kijk, cool is dat. Gaaf, hè? Oh, paard. En de enige die, tenminste iedereen heeft er al mee gereden. Elisa. Oh, paard. Oh, oh. Hé, hey, oh. Elisa heeft er al mee gereden. Tess heeft er mee gereden. Kim heeft er mee gereden. En ik niet. Dit wordt de eerste keer voor mij, dus ik ben heel erg benieuwd. Het zit helemaal met ooruitsparing en zo. Dus dat is wel super tof. Ik ga foto's naar Jacob sturen om te laten kijken of ik hem ook netjes gedaan heb zoals het moet. En vandaag gaan we dan uitproberen hoe het werkt. Daar zitten ook die teugels aan met dat elastiekje. Dat heb ik bij de unboxing op Instagram toen laten zien. Maar nu gaan we even genieten van het lekker rijden. Ik wist wel dat we lekker buiten kunnen rijden. Kijk dan, overal bloemetjes. Dat is toch heerlijk. Check. Fantastisch dit, jongens. Zo, we hebben heerlijk gereden.
Mijn hoofdstel bevalt heel goed. Teugels zijn super licht. Dat vind ik wel fijner dan die andere teugels die ik had. Die zijn ook van rubber. Rubber aan twee kanten. Dit is leer één kant, rubber andere kant. En hier zit ook van die... Kijk. Zo, van die dingetjes op. Zie je dat? Zo, die dingetjes. Dus dat is wel heel fijn, omdat ik merk dat ik nu mijn teugels minder snel uit mijn handen glippen. Of eigenlijk niet. Het nadeel is wel dat ik dan misschien net strak vasthoud. Dus we moesten wel even onze weg vinden in de elastiekjes die erin zitten. Maar na een half uurtje rijden hadden we het wel door. En dan is het eigenlijk heel fijn omdat zij iets meer beweging heeft door dat elastiek. En ik daardoor mijn handen wat... ik heb sowieso een stille hand, denk ik. Hoop ik. Ik hou er ook niet van om met mijn vingers te kneden. Dat vind ik allemaal maar stom gedoe. En dat zal vast heel nodig zijn. Maar niks voor mij. Ik wil gewoon een kneepje geven en dan is het klaar om iets aan te geven. En al dat met piano spelen, kneden, en, ja, dat is niet aan mij besteed. Dan ben ik gewoon slechter uit of zo, ik weet het niet. Maar dat hoeft voor mij niet. En met deze teugels hoeft dat ook niet, omdat de beweging van het paard ook nog enigszins opgevangen wordt door het elastiekje. En daardoor was de verbinding op een gegeven moment echt heel fijn. En kon ik haar ook iets makkelijker zelfs nog wat ronder rijden. En op een gegeven moment voelde ik zelfs de rug omhoog komen. Nou gaat dat de laatste tijd wel vaker goed. Niet heel lang, maar het gaat wel vaker goed. Dus, maar het lijkt erop dat dit net even een klein stukje meer helpt. Dus dat is heel gaaf. Ik vind het sowieso een heel mooi hoofdstel. Dus dat is staat buiten kijf. Ik kwam zelfs een jury toen Kim een L1 proefje aan het rijden was. Door hokje eventjes open uit. En die zei van wat een mooi hoofdstel. Ja, vinden wij ook. Maar het lijkt ook wel echt fijn te zitten. Verona lijkt er ook wel net nog even ietsje fijner op te lopen. Nou, is Verona sowieso ook een makkelijk paard natuurlijk om nog even te laten lopen. Ze is super lief. Kan alles met haar. Maar dan geef ik laten lopen zonder dat ze de tong naar buiten doet. Dat is wel een dingetje. Maar ik heb vandaag alleen helemaal aan het begin even de tong gezien en voor de rest eigenlijk niet. Of dat aan het hoofdstel te wijten is of dat we net iets makkelijker communiceren, ik weet het niet. Maar dat is in ieder geval fijn. Dus al met al ben ik eigenlijk wel heel blij met dit hoofdstel. Maar ik heb er nu pas één keer mee gereden, dus we moeten nog even afwachten. Dan nog update Bel. Bel die ontsnapt was en in het gras was gaan staan. Maar die heeft cholesterol gekregen en die gaat nog steeds goed. Daar is verder niks mee. Gewoon braaf. Energiek, blij, happy, gewoon Bel haarzelf. Dus ik denk dat het of goed geholpen heeft wat we gedaan hebben, of dat er eigenlijk niks aan de hand was. Maakt me niet uit. Dus in ieder geval fit, gezond en blij je pony. Dus een fit, gezond en blij kind. En nu is het mijn vakantie, dus dat is alleen maar super fijn. Nou, Tess zal zo wel klaar zijn met die touwwalsers van haar, dus ik durf wel weer af te gaan zadelen. Het is vandaag woensdag en ik ga met Verona in de springles. Verona is vandaag heel lief. Ja, maar zelf bijt. Spannend? Ja, dan een beetje. Jouw bullet protector aan. Nee, het is een beetje koud nog. Dus ik heb een vest eroverheen aangetrokken. Nu ben ik even bodybuilder. Ha! Ja. Ik ga ook nog Corona. En dat is al een kunst. Dus Tessa de bodybuilder, die kan het doen. Corona zegt dat het niet.
nat. En buiten nat? Nat. Nee, het ging heel goed. Het was af en toe wel iets te sterk of ging iets te hard. Ja, het lag het stilst. Stilst van allemaal. Je rijboek zou je niet terug herkennen. Niets doen! Want hieronder is het niet nat. Dit is allemaal nat. En dan ziet het er anders uit. Ik moet maar snel alles maar een beurt gaan geven, want anders overleeft dit leer het niet. Het is vandaag donderdag en de paardjes staan in de molen omdat het niet zo heel leuk weer is. Het regent. En ik heb een natte kont dat ik op een stoel heb gezeten. Ze zijn vandaag vrij omdat gisteren heb ik gesprongen met Verona. Bel heeft gisteren ook gesprongen. Nee, ja, weet ik niet. En de paascompetitie is net voorbij en dan was het ineens heel veel, zeg maar, ze vandaag vrij. Ik weet ook niet wat het aan het doen is. Iets met een stokpaardje en hokletters. Wat ben je aan het doen? Ik ben op Leila's paardje. Oké, succes. Hi paard! Was je daar? Hallo lekker ding. Oh, het is er? Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Wat heb je gedaan? Het was gisteren was het nat, blijkbaar. En toen is het verbogen. Heb je niet al raar neergelegd of zo? Nee. Dat is zonde. Ja. Ja, dat kan er niks aan doen. Dat krijg ik een nieuwe keer. Nou, ga maar lekker zadelen, je moet zo rijden. Het is vandaag vrijdag. En ik ga naar de springles. Vandaag een belletje. Ik heb er zin in. Deze is heel goed. Dus als wij allebei met elkaar meewerken, dan gaat het wel goed. Bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer op ons kanaal. Klik dan gelijk op belletje. Belletje of fijn. Tot de volgende keer.